Van Slobber gained widespread admiration for his So brand. Japan in particular embraced these minimalist designs, and he soon gained a huge following there. A few years ago, Van Slobber quit So to return his focus to Orson & Bodil, the revered women's wear line which he initiated over 20 years ago, together with Nanette van der Klein. Van Slobber places masterful workmanship at the very forefront of his work ethic, and he has very particular ideas about the public's obsession with luxury fashion brands. Hello. Hi. Ideas that form the basis of his philosophy for new luxury. Als je luxe vandaag de dag ziet, dan is dat heel erg gerelateerd aan een naam. Of het Prada heet, of Gucci heet, of Capellini heet. Je hebt bijna een naam nodig, en dat is de laatste 20 jaar heel erg, waardoor je eigen associatie met luxe maakt. Is een luxe benadering niet veel meer iets wat een enkelheid heeft, wat enkel stuk is, of wat specifiek door iemand gemaakt is en gegeven wordt door een ander? Als jij vandaag de dag of wij allen een e-mail krijgen, we schrijven elkaar, maar we schrijven elkaar nooit werkelijk meer. Nooit is meer leuk met een vulpen. Als ik vandaag de dag een brief krijg wat met een vulpen of met een balpen geschreven is, dan weet ik dat er aandacht voor me besteed is. Dat is een luxe idee. Wil je iets zeggen? Ja, ik heb één model gedaan, dus ik dacht misschien moeten we eventjes daar naartoe lopen. Heb je weer de glans? Dat is ook nog niet. Glans, en ik heb een iets andere kleur op het oog gebruikt. En wel met de glans in het oog, als er straks licht opvalt, dan zie je en dat ook. En hier ga je weer glansjes doen, of niet? Ja, hier heb ik glans aangebracht. Ik zie niks. Zie je niks? Wil je meer? Nou, dit is een voorbeeld, die kan ik nu niet uit elkaar halen, want die wordt zo aangedaan. Maar dit is een rok. En dat is eigenlijk een lap die aan één naad aan elkaar gestikt is. En door lintjes die erin zitten, gaat het de vorm bepalen. Dus die lintjes worden binnen gestrikt op het lichaam en dat maakt een rok. Drie lagen, een onderlaag, een laag met lintjes, hetzelfde principe als bij die andere jurk. En al die lintjes, die zijn als een streepopbouw en een totaal, een soort dessin-effect, zijn er met de hand opgenaaid. Kijk, als een groot merk, die zouden gelijk machinaal honderden van laten maken. Dat zouden wij ook kunnen doen, maar wij vinden het veel meer van belang dat het toch heel erg handmatig aangezet wordt. Westerse maatschappij kunnen we eigenlijk heel slecht abstracties nog aan, weet je, vierkante lappen. Dat is veel meer voor Afrikaanse landen bijvoorbeeld of voor India. Maar dan is het toch wel eens leuk om te kijken in onze mentaliteit en onze westerse gedachten in hoeverre we dat aankunnen zonder dat je een uitheemse wordt. Van Slobber aims to introduce a Western audience to designs which combine minimal form and function to surprising new ends, that reference classic forms, move away from archetypal functions, and leave out anything which doesn't strictly need to be there. Je geeft alleen maar aan in vorm iets wat je wil zeggen en je laat alles weg wat niet nodig is. Je geeft de referenties en de archetypes niet om de mensen die willen hebben. Je geeft een ander soort van kwaliteit. Dus als een zak niet nodig is, geef geen zak. Als een knoop niet nodig is, geef geen knoop.